Wat doet een vlinderliefhebber in Zuid-Europa, in Zuid-Frankrijk, wanneer het hier kurk en kurk en kurk en kurk droog is? Vanaf april heeft het nauwelijks of niet geregend, vertelde een boswachter me. Nou ja, dan ga je op zoek naar water. Naar stromend zoet water. Naar dat ene beekje wat er nog is, wat er nog over is. Van die grotere beekjes die deze winter natuurlijk wel hebben gestroomd. Nou, zo belandde ik in Vallée de Saint-Pons, in het binnenland, boven Marseille. En daar volgde ik het stroompje naar de bron van dat riviertje. En daar filmde ik verschillende vlinders en andere insecten. En zo zag ik dit Provençaals bleekblauwtje. Voor mij de eerste keer dat ik deze soort zag. Nou ja, ik ben dan ook in de Provence. Dus niet gek dat je hem hier ziet. Het is een blauwtje en je herkent aan het stippenpatroon op de ondervleugels dat het een Provençaals bleekblauwtje is. Een van de mooiste insecten die ik daar langs dat beekje, langs dat riviertje zag, was de koperen beekjuffer. Die zweefde daar in groepjes rond. Die koperen beekjuffer is familie van de wijde beekjuffer, die je ook in Nederland wel kunt zien. Maar deze koperen beekjuffer zie je alleen in Zuid-Europa. Nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om die beekjuffers te volgen. Wanneer je ze tegenkomt in zo'n riviertje, ga lekker op een droog stukje zitten en volg ze en kijk hoe ze op elkaar reageren. Wanneer er eentje aankomt vliegen en een ander verdrinkt, dan dreigen ze met die vleugels door die vleugels te openen. Het is echt een prachtig gezicht om die beekjuffers te volgen. Even verderop kwam ik ook de kleine ijsvogelvlinder tegen. Niet eentje, maar meerdere. Langs die hele stroom zag ik er verschillende. Ze dronken uit het water, want ook die vlinders hebben dorst. Of ze zaten op de bladeren en hielden hun territorium in de gaten. En kwam er een tweede kleine ijsvogelvlinder voorbij vliegen. Daar reageerden ze daarop door in een korte en snelle vlucht elkaar te achtervolgen. En dan probeerde de een de ander uit zijn territorium te werken. Een hele bijzondere soort die ik tegenkwam was de gestreepte heidevlinder. Een soort die ik werkelijk waar nog nooit had gezien. In Nederland hebben we de heidevlinder. Komt op de Veluwe voor. Hier dus de gestreepte heidevlinder. Die herkent aan de zigzagstreep op de ondervleugel. En natuurlijk ook aan die stip, aan die oogvlek op de ondervleugel. En die wordt omzoomd door een lichtgele, bruinige rand. Naast de kleine ijsvogelvlinder had ik ook nog een glimp van de blauwe ijsvogelvlinder. Een glimp, meer niet, want hij was me te snel af. En wat denk je van dit bruinblauwtje? Ja, op een van de weinige bloempjes, op die velden rond de abdij, zag ik dit bruinblauwtje. Een soort die je ook in Nederland kunt zien. Ja, en tot slot natuurlijk ook de keizersmantel. Een hele grote parelmoervlindersoort die je ook wel in Nederland kunt zien, maar die in Frankrijk echt heel algemeen is. Nou ja, ik kwam hem op verschillende plaatsen tegen, rond dat riviertje ook weer. Maar ook in twee kleuren. De meest algemene, natuurlijk. Oh, er gaan een paar honden met elkaar in de clinch. Of misschien wel met een hond met een kat. Allereerst natuurlijk van de oranje variant. Maar ik kwam ook nog de bruine variant tegen. Die zat een beetje onopvallend langs dat water. Al deze vlinders zag ik langs het riviertje in Vallée de Saint-Pons op weg naar de abdij, waar ik natuurlijk ook de bron van het riviertje passeerde. En daar stroomde het water nog volop. Nou ja, ben je dus op zoek in het kurkdroge land naar vlinders, ga dan op zoek naar water, naar het weinige water dat nog stroomt. En daar vind je dit soort vlinders.